In Alkmaar is voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlandse ijshockeyclub opgericht. De Alkmaar Flames. En met succes, want binnen 2 maanden hebben liefst 40 kinderen zich ingeschreven. Met een aantal mensen speelden we in Hoorn en in Amsterdam. Terwijl we hier eigenlijk allemaal ongeveer een kwartiertje rijden van de ijsbaan wonen. Dus toen zijn we het gaan onderzoeken van kunnen we hier ijshockey, kunnen we hier een vereniging opzetten. En dat bleek dus zo te zijn. Ja, en the rest is history. En dat slaat aan, want vol enthousiasme wordt er geijshockeyd. Ik was vroeger altijd met een vriend van me en zijn 2 broertjes. Gingen we altijd ijzen met de Nessen bij ons. Gingen we altijd ijshockeyen. Uiteindelijk toen kwam hij erop idee. Er was een nieuwe ijshockeyclub, zei hij tegen mij. Toen dacht ik ook wel graag proberen. Kon je al een beetje schaatsen dan? Nee, voor geen meter. hoe heb je dat al geleerd dan? Gaat dat zo snel? Ja, je leert heel veel en heel snel. Maar dan wel met een klein beetje hulp. Niemand minder dan ijshockeylegende Ron Berteling komt helpen op het ijs. Ik vind kinderen rijkdom. Ik vind kinderen leuk. Kinderen moeten met plezier hun sport kunnen uitoefenen. En als ik daar een steentje kan bijdragen, dan ben ik heel blij. Jij blijft in het midden. Jij gaat daar naartoe. Daar, in de hoek. Jullie blijven in het midden hier. Kom maar. Je kan ook bij bijvoorbeeld Tilburg of zo aan de slag. Volgens mij, jij kan overal aan de slag. Ja, maar elke club heeft wel zijn jeugdtrainer. En ik ben pas laat eigenlijk gestopt bij Amsterdam. Heb ik zelf eigenlijk de handdoek in de ring gegooid. En alle clubs zijn eigenlijk al voorzien. En ik ga niet aan iemand zijn poten zagen, helemaal niet. Ik denk dat er genoeg jeugdtrainers zijn die goed zijn in Nederland. En als iedereen het in zijn regio kan doen, hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Maar ik ben benaderd van de zomer in augustus. En nogmaals, vol enthousiasme. En zondagochtend mag ik hier zijn. Ik mag hier zijn, dat is leuk. Maar wat maakt dit zo leuk? Nou, het schaatsen. En ik vond hockey ook heel leuk op school. Dus bij elkaar is het geweldig. En de trainers zijn heel aardig. Leuk is het, maar Berteling hoopt natuurlijk ook dat de Alkmaar Flames bestaansrecht hebben. En dat het een mooie aanvulling voor de ijshockeywereld in Nederland gaat worden. Als ik hier weer langskom, waar staat deze club? Dan hoop ik dat daar een aantal jeugdteams spelen. En die het leuk doen. En dat zij ook met vol plezier nog een wedstrijd kunnen spelen. Met trainer Berteling? Ik hoop het, we zien het wel. Misschien leveren de Alkmaar Flames over een aantal jaar wel een talent af van Europees of wereldniveau. Want wie weet zijn dit wel de top ijshockeyers van de toekomst. De vers liggende droom, en daar heb ik met Ron over gehad, om kinderen te kunnen leveren die straks in het Nederlands team gaan ijshockeyen en weer op de Olympische Spelen gaan presteren.